En dan krijg ik een sleutel. En dan kan ik hierdoor. Waarom? Ik had dit gewoon kunnen halen, first try. Waarom moet je dit doen? What up, YouTube? Super tof dat je weer kijkt naar mijn dikke baard die bijgewerkt moet worden. Oh, deze kant is niet normaal. Nee, super tof dat je kijkt naar weer een gloednieuwe video van Levels met Kijkers in Super Mario Maker 2. Dit zijn allemaal nog levels uit de reacties van Levels met Kijkers nummer 1. En ik ga het level van NF spelen. Die zegt ik heb een wereldrecord vastgezet in de Pit Remastered. Dat is mijn tweede level. Super tof, man. Nice, goed gedaan. Maar ik heb een bankoverval level voor jou gemaakt. Het level ID is dit. Veel succes in mijn level. Hij is makkelijk, maar wel heel leuk. Nou, let's go. Ik ga eens even kijken. Ik ga het eens eventjes kijken. Moet ik door deze buis? Hier is een Yoshi. Eet ze op. Eet ze. Kom hier. Yoshi. 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 Ik haal het allemaal met... Oh, ik haal het niet meer met Yoshi. Yoshi, kom terug. Yoshi? Yoshi? Nee? Oh. Oh, wel. Wel. Nice. Eet ze op. Nom, 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 en nom. Oké. Maar ik kan niet met Yoshi naar boven. Dus ik moet denk ik van Yoshi afspringen nu. Dit is altijd hinderlijk. Oké, let's go. Voor de eerste try gaat het best aardig. Ik hou me wel. Wow. Oké, rustig. Okay, ze hebben allemaal gehapt. Nee. Dat vuur is irritant. De timing is niet oké, man. De timing is niet oké. Oké, nu kan ik. Oh, nee. Dit is helemaal geen makkelijk level. Wat zeg jij? Kan ik niet door een andere buis of zo? Kijk, oké. Nu heb ik in ieder geval een bloem. Oh ja. Ja. En nu? Wat moet... Nou, dit is niet te doen. Wat, hier kan ik niks doen. En deze... Hier moet ik zeker allemaal een sleutel uithalen of zo. Oké, P-switch. Ah, man. Gast. Wat ben je nou aan het vliegen? Dude. Serieus. Dit is... Hoe dan? Hoe bedoel je simpel level? Dit is geen simpel level. Dit is helemaal geen simpel level, man. Oh, dat heb je ook niet gezegd. Dat had ik blijkbaar gelezen, maar dit is helemaal geen... Oh. Ah, yeah. Let's go. Hoppa, sterretje erbij. Nice. Hier naar boven. En rennen. Sloop deze. Lekker, want hier hadden we last van. Oh, ik heb er nog eentje. Eentje leeft nog. Ah, die is dood. Yes. Oké, en nu? Oh, geef me checkpoints, man. Nee, man. Dit is niet leuk, man. Dit is niet leuk. Die was niet tof. Die was echt niet tof. Oh. Let's go. Gaan we weer. Ja. Loop nou gewoon. Sloop deze. Die ene leeft nog steeds. Die... Oh, nee, nu is de middelste die leeft. Godverdorie. Ik kan natuurlijk ook gewoon proberen om in één keer door te rennen. Helemaal gewoon in één keer doorrennen, want ik kan gewoon ook door dat vuur heen natuurlijk. Dat is allemaal niet zo'n punt. Moet ik het wel... moet ik het wel redden. Die jump. Kom op. Ja, bam. Zo, hoppa. Maar nu, dit. Dit is al een... Oké, dit is weer een ster. Nice. Oké, dan. Top. Kan ik hier naar boven? Ja, dan heb ik het eerste muntje te pakken. Toppie. Oké, dit is waar alles uitkomt. Oh, ik heb hier wel een checkpoint. Dat is op zich wel lekker. Nice. Hier is nog een checkpoint. Dankjewel voor de paddenstoel. Door het deurtje worden klein gemaakt. En nu moet ik de volgende gaan doen. Hier krijg je dus wel een bloem van, maar ik heb geen idee hoe dit moet. Want ik kan onmogelijk zo hoog komen. Dus ja, allemaal leuk dat ik die spijnjes hier kan schieten. Maar dan. Ja. En nu kan ik ook die spijnjes niet meer schieten. Oh, wacht even. Moest ik op hem wachten? En... Oh, nice. Oké. En die kan ik naar boven gooien dan. Ik ga bijna dood. Ik ga dood. Oké, maar ik snap hem. Ik snap hem wel. Let's go.
Nummer 2. Een bloem. Daarmee kan ik gewoon eerst spinies gaan schieten. Oh, dit is wel echt vet gebouwd hoor, man. Doe je echt goed. Dat doe je echt heel goed. Oh, ik sprong. Pak hem, pak hem, pak hem. Yes, lekker. Kijk, nu heb ik de sleutel voor deze deur. Top. En muntje nummer 2. Ja. Hoppakee. Nog een keer checkpoint. Lekker. En hoppakee. Dit is echt... Oeh. Oeh. Deze man kan levels bouwen, hoor. Deze man kan echt levels bouwen. Echt super. Oké, nummer 3. En... Ja, ik weet nog niet zo goed wat ik hiermee aan moet met dit stuk. Maar oké, dat gaan we dan vanzelf wel zien. Ik moet hier in ieder geval even zien te overleven. En dan kan ik hier door. En die kunnen dus op zijn bakkes vallen. Dus dat is wel nice. Kijk, die is dood. Dan hebben we nu dus alleen nog Bowser Jr. waar we korte metten mee moeten maken. Oeh, oké, dit ging ook maar net goed. Bowser Jr., kom eens. Nee. Kom. Nee. Je gaat mij niet paralyzen, vriend. Kom eens wat dichterbij. Niet op die manier, alstublieft. Want ik kan u niet meer zien. Ja, lekker. Lekker. Pak hem. Oeh. Kom op. Ik zie de ijspegels niet meer. Ja, nu zie ik de ijspegels weer. Top. Kom eens. Bowser. Kom eens. No. Oh, ster. Ster. Oh, kijk eens. Hop. Ster. Nice. Oké dan. Oh, dat maakt het een stuk makkelijker. Ik had hem wel bijna op de legit manier gehaald gewoon, hè. In de eerste try. Ja, de eerste try van... Nou, de tweede try. De tweede try bij Bowser. Oh, nice. Oké. En nu heb ik dus 3 muntjes. Moet er nog 1. Maar waar ga ik die halen dan? Waar haal ik het laatste muntje? Kan ik hier doorheen? Oh, die moet ik wel... Ja, die moet ik wel pakken volgens mij. Of kan ik gewoon hier naar boven... Oh, kijk. Ik kan gewoon hier naar boven. En dan? Kan ik daar niet in? Maar ik heb het toch nog niet gehaald. You're kidding me, right? Ik ga me niet nog een keer belazeren. Nee. Ik moet toch nog een... Hè? Hoef ik dat laatste muntje niet te halen? Heb je gewoon uitgespeeld? Maar... Is dit oké? Of moet ik nog eigenlijk alle 4 die muntjes halen om het level te mogen halen? Voor de rest? Oh, dit level was heel nice voor de rest, man. En snel door naar de volgende, want deze heeft best wel veel tijd gekost. Daan Ninja zegt, ik heb een level gemaakt dat het verhaal van heer Aaron vertelt. Hoe hij zijn aura gaf aan Mew en zo de oorlog stopte en zijn koninkrijk redde. Hier staat de ID van de level van Daan en we gaan hem spelen. Ode to Sir Aaron. Bereik de finish zonder schade op te lopen. Let's get so. Pauwblokjes. Jump. Oeh, nice. Ja, je begint hier al die aura dingen te zien, hè? Vet. Kan je hier in? Hier kan je in. Oh, snap. Bowser. Bowser, stop. Yes, ik heb 1 muntje. Komen hier nog nuttige dingen uit? Nee. Oh, nog een Bowser. Ah, je hebt gewoon nog een Bowser. Okay, let's go. Ja, ik wil wel legit spelen dit. Ja, oké, cool. Muntje 1. Dat ging maar net goed. Ik wou eigenlijk springen, maar dat ging een beetje mis. Hier, muntje 2. Check dit! Dit is een Pokémon, hè? Is dit Mewtwo dan? Dit lijkt op Mewtwo, maar misschien bedoel je Mew. Dat is heel vet. Ik wil ook zo'n level bouwen, man, binnenkort. Ik wil ook echt een level bouwen waarin je Pokémon herkent. En ik ben verdwaald. Hier ben ik al in geweest. Nice. Hoppakee, derde muntje te pakken. Kunnen we door de deur? Waar zat die deur ook weer? Ik ben vergeten waar die deur zat. Ik weet alleen even niet meer dan waar die deur zou moeten zitten. Waar zit de deur? Wacht even, dit is een ander stukje. En ik heb net die deur gepakt. Ah, hier zat die. Hier zat de deur. Nice. Let's go. Moeten we hierin? We moeten hierin. Hoppa. Hier overheen. Hierdoor. Super tof. Duurt nog best wel lang, man. Ik dacht, ik heb die muntjes gepakt en we zijn klaar. Maar we moeten nog allerlei dingen doen. Ik doe het wel een beetje rustig aan, hoor. Oh, je hebt hier geschreven The End. Oh, nice. En hoppakee. Lekker leveltje, hoor. Ja, die thematische levels, daar hou ik wel van. Dion Bot zegt, hey, ik heb een mappie gemaakt. Ik hoop dat je hem leuk vond. Nou, we gaan dus even kijken, Dion. Let's go. Volgens mij ben ik nog niemand tegengekomen die het Super Mario 1 Super Mario Bros. Thema heeft gebruikt. Volgens mij ben ik die nog niet tegengekomen. In ieder geval niet in de levels van kijkers spelen video's. Daar sowieso niet in.
Misschien wel in een andere... andere game modes of zo. Oh, kak. Ik kreeg even een Goomba op mijn kop. Let's go, checkpoint. Hoppakee, en we krijgen een bloem. En hier is nog een bloem. Volgens mij hebben we bloemen nodig, jongens. We go up. Hoppakee, dat is muntje nummer 1. Kijk al die Goomba's hier. Oh, lach al, die vliegende Goomba's. Wat leuk gedaan. Oh, 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 kak. Nee. Ah, kom op. Ah, ik word genakt door alle vliegende Goomba's. Ga weg, ga weg. Goed zo, ik heb 2 muntjes. Nog 1 muntje nodig. Nee, ik heb nog 2 muntjes nodig. Dit was er 1 van. We moeten nog verder naar boven, denk ik. Oh, we gaan... Oké, we gaan hierop. Nice. En dan gaan we hierop. En dan heb ik in ieder geval het muntje te pakken. En dan moeten we, denk ik, juist ground pounden. Ik ga ook gewoon stront eigenwijs de andere kant op. Niet de kant op gaan waar het pijltje naartoe wijst, hoor ik. Gewoon expres de andere kant op gaan. Hoppakeetje. Bam. En nog een checkpoint. Het is nog niet klaar. Als je dacht dat het klaar was, het is nog niet klaar, vriend. Ah! Hoppa! En nog meer. En hoppa. Oh nee, niet hoppa. Let's go. Let's go. Hier doorheen. Nog meer vliegende Goombas. En een boss fight, zo lijkt het. Wat moet ik doen? Daar is een P-switch. Moet ik de P-switch pakken? Moet ik hem indrukken? En dan? Naar de andere kant? Snel, snel, snel. Oh, niet. Ah! Moet ik gewoon iedereen slopen hier of zo? En nu? Moet ik iets doen in het andere level? Of. Hè? Of was die P-switch gewoon. Oh, dan kan je hier doorheen. Ik snap hem, dan kan je hier doorheen. Oh, oh, ik weet niet waar ik die P-switch naartoe gooi. En. Hoppa, door de muur. En we zijn er. We hebben het einde van het level gehaald. Superleuk level, man. Goed gedaan. Lekker creatief. En al die vliegende Goomba's, ik vind ze tof. Yuri Denenkamp heeft me liefst 3 levels ingestuurd. Eentje heet Destiny of Boom Boom. Die wil ik spelen. Die wil ik spelen. Boom Boom. It's you and me. I know. It's Boom Boom's Destiny. Oké, 2 deurtjes. Bovenste deurtje. Oh, daar is Boom Boom. Oh, oh. Pak hem. Lekker. 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 Pak hem. Mis. Kom op, spring op zijn bakkes. Hoppakee, 2. En 3. Top. En we hebben een sleuteltje. Oké, en nu? Oh, oh, terug. 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 Dan moeten we nu ook hier wat doen. Kan misschien een power-upje. Yes. Top. Voor de rest denk ik niet dat ik hier... Nee, zie je? Hier hoef ik voor de rest niks te doen. Ah, ik dacht al, jongen. Ik dacht al. Ik wist dat het fout zou gaan. Ik had gewoon door die buis moeten gaan. Oké, deurtje openmaken. En nog een keer boom boom. En een ster. Pak ze! Lekker. Oh, ik kan nog door. Ik kan nog door. Kom op, ik moet zelfs door. Oh, ik moet 15 munten pakken. Ah, nee. Jongen, jongen. 4, 5, 6, 7. Kan niet meer tellen. Oké, laat maar. Hoeveel moet ik er nog? Nog 1. Moet er nog 1. Pak die. Ja, goed zo. En door. En nu het bovenste deurtje, want ik moet de sleutel pakken. En 3. Hoppakee. En door dat deurtje. Hoppa. Oké, nog meer boomboems. Hier was weer die ster. Lekker. Pak ze. Bam. En door. En ja hoor. Hoppakee. Uitgespeeld. En weer een wereldrecord. Kablam. Dan pakken we nu het level van Hot Snowman. Die zegt, zou je mijn level willen spelen? Ik heb er lang aan gewerkt. En oké, kijk. Jij hebt wel Mario Bros. Ja, jij hebt wel het Mario Bros thema gepakt. Interessant. Het ziet er nu al knijten moeilijk uit in ieder geval. Dit is, lijkt me te doen. Hoppakee. Oké, muntje 1. Krijgen we ook checkpoints, meneer? Dat zou ik op zich leuk vinden. Oké, 2. Oh, dit vind ik soms zo moeilijk. Dit gaat echt regelmatig fout bij mij, jongens. En hoppakee. Oké. Laten we maar gewoon hier doorheen gaan. Laten we maar niet cheaten. Oké. Tof effect. Hoppakee, nummer 3. Oké. We moeten springen. En door. En dan hier op die, ja, op die muzieknootjes. Kom op, let's go. Top. En de laatste, nice. Zit hier misschien een power-upje verstopt? Nee, helaas niet. Oh, ik zie al Bowser. Oh nee, ik zie al Bowser. Ah, nog 1 muntje. En die zit hier. En dan krijg ik een sleutel. En dan kan ik hier door.
Waarom? Ik had dit gewoon kunnen halen, first try. Waarom moet je dit doen? Oh, dit is zo zuur. Kan ik weer heel het level overnieuw gaan doen. Oké, muntje 4, door de deur en gelijk wegrennen, want anders zijn we dood. Lekker. En nu? Hoe ga ik hem verslaan dan? Hoe ga ik hem verslaan? Moet ik die bommen op hem laten komen? Nee. Ik snap het niet. Heb je een ster verstopt dan? Ergens. Dat moet wel, toch? Je moet wel een ster verstopt hebben. Hier? Nee. Huh? Ik kan niet op jouw hoofd springen. Ik kan niet op het hoofd van Bowser springen. Dat gaat niet. Ik heb geen idee hoe ik dit moet doen. Dit is raar. Het moet te doen zijn, maar ergens heb je een ster verstopt of zo, denk ik. Of wacht, moet ik daar helemaal niet naartoe? Moet ik deze deur pakken? Kijk, want je kan ook gewoon overal teruglopen, zie ik nu. Ja, je kan overal teruglopen. Dus dan pak ik deze buis. Dan pak ik muntje 4, maar ga ik niet in deze deur. Maar dan ga ik in die andere deur. Dan ga ik in deze deur proberen te komen. Doe ik het wel even heel goed timen. Oké, ik kan dit timen zo. Ja. Dit is gewoon het einde. Dit is gewoon het einde. Jij vieze man. Jij stuurt mij gewoon naar Bowser, terwijl ik helemaal niet naar Bowser moet. Oké, GG. Hij was al nice. Ik zie ook dat hij in 2 seconden is uitgespeeld. Je kan dus letterlijk gewoon in 1 keer doorrennen. Wacht even, meen je dit? Let's go. Ja! Wat is dit voor een vies level? Wauw. Oké. Ongelooflijk dit. Oké, jongens, en met dit grappige troll level eindigen we deze video. Doe even een blauw duimpje omhoog als je Super Mario Maker 2 tof vindt. Laat even een reactie achter als je wilt dat ik jouw video ook ga spelen. En wil je me live zien gamen, volg me dan ook op twitch.tv/RickHatchU. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!